Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, spanning was hoog, denk ik. Ja, die was zeker hoog. Ook met het gevoel van, ja, vorig jaar zat ik er net naast. En dat wil je nu dit jaar niet. En ja, dus ik heb goed mijn hoofd erbij gehouden en doen wat ik moest doen. Ja. Ja, hoe heb je je voorbereid op dit toernooi? Nou ja, eigenlijk een beetje zoals je altijd doet. Alleen wel meer met de focus op dat we hier echt goed moesten zijn. En de andere wedstrijden waren, ja, wist ik dat ik gewoon nog iets meer rust nodig had. En was ik niet helemaal uitgerust. En dat merk ik dat ik dat nu wel ben. Dus dat is wel een verschil met de afgelopen wedstrijden. Ja. Dit toernooi, ja, dat heeft eigenlijk meer weg van een Olympisch kwalificatietoernooi misschien wel. Speel dat dan in je achterhoofd ook volgend jaar? Nou ja, volgend jaar natuurlijk rond deze tijd staan we op het OKT. En dan gaat het om Olympische tickets. En ja, tuurlijk zit je in een pre-Olympisch seizoen. Dus wil je eigenlijk een beetje een prototype creëren van volgend jaar. Alleen, ja, dat is natuurlijk hoop dat het dan in een andere setting is. En dat alles dan weer een beetje zo is zoals van ouds. Maar ja, inderdaad, ben je er ook wel mee bezig. En ben je bezig met die WK-tickets binnenhalen. Ja. Als je dan volgend jaar hetzelfde doet als nu, nou, dan zit je wel goed gebakken, denk ik. Ik denk dat iedereen er zo wel denkt. En je ziet het OKT is altijd eigenlijk nog, misschien nog belangrijker dan het Olympische Spelen zelf misschien. Ook omdat het plaatsen gewoon echt onwijs moeilijk is. Maar ja, tuurlijk ben je er wel in je achterhoofd, ben je er wel mee bezig. Alleen kijken we nu vooral naar nu. En is het stap voor stap werken we daar naartoe. Alleen nu is het nog even op het WK natuurlijk. En ja, het is niet in China. Dus het is niet, je hebt geen, het gevoel is anders. Het is natuurlijk hier. Maar ben ik er eigenlijk steeds meer klaar voor. Ja. Ja, zeker nu met een goede rit. Veel voorsprong op je concurrenten. Ja. Ja, dat moet voldoening geven, denk ik. Ja, zeker. Het EK allround ticket heb ik al, gelukkig. Dus dat gaf natuurlijk ook wel een rustgevend gevoel. Alleen wou ik hier gewoon echt laten zien wat ik kon. En nou, wat ik bijvoorbeeld NK round, waar zaten nog wat fouten in. En dat wou ik nu graag rechtzetten. En dat, dat ik nu 1.54 rij en dan nooit hier op Laagland gedaan. Geeft natuurlijk wel veel vertrouwen. Is de druk nu een beetje van de ketel voor de komende dagen? Ja, dat wel. Sowieso de eerste wedstrijd op de eerste afstand is het spannendst. En dat bepaalt natuurlijk wel een beetje van hoe je er de komende dagen ook in staat. Maar ja, ik heb inderdaad wel hier vertrouwen uitgehaald. Ook op weg naar morgen de 3 kilometer, wat voor mij ook een hele belangrijke afstand is. Dan is je EK-ticket al binnen. Maar ja, je wil natuurlijk wel nog morgen in de top 3 eindigen, neem ik aan. Ja, zeker. Nee, dat is voor mij ook wel echt een heel belangrijke afstand. Dus zo meteen lekker uitfietsen en dan weer een beetje op weg. Of een beetje het hoofd naar morgen zetten. En dit niet vergeten, maar gewoon weer afsluiten en op weg naar morgen. En dan morgen toch weer die spanning, toch weer die zenuwen? Ja, zeker. Dat is altijd. Ja, op belangrijke momenten is dat altijd zo. Dat is ook wel, dat moet je ook wel, dat heb je ook nodig. Want dat, alleen dan kan je het uiterste uit jezelf halen, vind ik. En dus dat, hoe meer zenuwen vaak, hoe beter. Dankjewel en succes morgen. Dankjewel.